Als je 20 jaar geleden aan een programmeur vroeg: schrijf mij software die kan zien of er een vogel op een foto staat, dan liep die huilend weg. Het was gewoon niet te doen. En nu hebben we een nieuwe vorm van software, AI, en die kan dat plotseling wel. En die maakt compleet nieuwe dingen mogelijk, waar ik u een paar voorbeelden van ga laten zien, die vroeger simpelweg magie zouden geweest zijn. En sinds we die nieuwe software hebben, zijn de slimste mensen van deze planeet begonnen met daarmee de grote problemen van onze samenleving op te lossen. Zoals bijvoorbeeld, waar is Wally? Dit is een waar is Wally-robot. Dat is een webcam met AI. Je toont die een waar is Wally-boek. Die zoekt het patroontje van Wally in zijn hoofd en de robotarm zegt, daar is Wally. Zelfs onze hobby's worden geautomatiseerd. Daar ziet het naar uit. Lijkt mij heel leuk ook voor jonge ouders, deze robot. Iedereen kent het, je stopt je kind in bed en ze beginnen trucken te verzinnen. Maar eerst nog boekje lezen. Boekje lezen, geen probleem. Waar is Wally-boek? Bij de robot, daar is Wally, slaapt wel Emma. Dat kan vele problemen oplossen.